In een groothandel voor waterpijpen in Rotterdam-West heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Er zouden meerdere brandhaarden zijn geweest en de politie sluit brandstichting niet uit. Het vuur ontstond rond 4 uur in de ochtend in het pand aan de Vlaardingweg op bedrijventerrein Spaanse Polder. De brand was snel onder controle, maar de aanmaakblokjes die gebruikt worden in de waterpijpen bleven vrij lang nasmeulen. Volgens de brandweer is de schade beperkt gebleven tot alleen het pand van de groothandel.